have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Het wordt door velen gezien als de belangrijkste speech van de afgelopen 100 jaar. Die dag waren er veel sprekers, maar er was er maar één die geschiedenis zou schrijven. Ik heb het over de speech van Martin Luther King, I Have a Dream. Drie dingen die je daarvan kunt leren. De eerste tip is het stemgebruik. Dat valt ook het meeste op aan deze speech. Die cadans van spreken en die gedragen stem. Ook al kun je er niks van verstaan, je merkt aan alles dat er een belangrijk man staat die een belangrijke boodschap heeft. De tweede tip is de stijlfiguren. De speech staat bol met de verwijzingen naar de Bijbel en naar eerdere speeches van president Lincoln. Martin Luther King gebruikt zelf vaak de anafoor, een groep woorden aan het begin van de zin dat hij steeds laat terugkomen. En dat heeft een opzwepend effect. I have a dream gebruikt hij zo'n 8 keer. Now is the time laat hij 4 keer terugkomen en op het einde gebruikt hij zelfs Let Freedom Ring zo'n 9 keer. De derde tip is, houd rekening met zijn publiek. 2/3 bestond uit Afro-Amerikanen, 1/3 bestond uit blanke Amerikanen. Hij had ze makkelijk kunnen verdelen, maar dat deed hij niet. Hij koos ervoor om die I have a dream in het verlengde te plaatsen van die American dream. Hij roept op dat ze mensen samen moeten leven en dat ze één gezamenlijk doel hebben. De drie belangrijkste zaken die je van deze speech moet onthouden zijn het stemgebruik, de stijlfiguren en richt je op het publiek. Weet jij alles van citaten? Klik dan op deze link hieronder voor de citatenquiz.